Beeldend kunstenaar René Tosari heeft gisteren zijn boek Diversity is Power gepresenteerd in Reditex Art Gallery. In het boek gaat Tosari in op zijn werk als kunstenaar. De kunstenaar, die geboren en getogen is in Suriname, heeft zich vooral ingezet om de technieken in zijn schilderijen continu te verbeteren. De essays in het boek zijn geschreven door de redacteurs Rob Perret, Priscilla Tosari, Steve Ammersing, Chandra van Binnendijk en Marieke Visser. Tijdens de boekpresentatie was Tosari vol lof over de schrijvers. Ik was ook blij natuurlijk dat Steve op zich had genomen om dat stuk, wat hij ook als beeldkunstenaar in Ouagadougou gevaan betrokken was geweest. Dus hij kent het verhaal eigenlijk meer dan een beetje meer dan de anderen. Hoewel Steve was langer dan Ouagadougou voor de Ouagadougou tijd, was ik al met Steve ook bezig geweest. En dan Priscilla. In Amsterdam Zuidoost zei ik nog van, je hebt me verrast en verbaasd. En ze zei direct tegen mij, papa, het is voor mij ook een verbazing. Maar dat is leuk. Als je bezig bent in het proces, dan ben je echt met al je betrokkenheid en ben je vrij intens bezig. En als je geschiedenis wil maken, maar dat wist ik niet, niet eens, dan moet je onhistorisch bezig zijn. Dat heb ik dus nu geleerd. Het boek is door Japsam Books uitgegeven. De vormgeving is Edwin van Gelder, terwijl de vertaling komt van Jane Hall. Tosari bedankte ook hen. Hartstikke bedankt voor het feit dat weer een boek verschijnt van een kunstenaar in Suriname. En het mag wat mij betreft inderdaad nog veel meer boeken van kunstenaars komen in Suriname. Dat is heel belangrijk. Ik wil, ik heb van Priscilla in Amsterdam Zuidoost 3 weken geleden een boek gekregen, maar dit is weer een ander boek, maar wel dezelfde. Die ik vanavond aan Monique wil overhandigen. Dat was kunstenaar René Tosari gisteren tijdens de presentatie van zijn boek Diversity is Power in Reditex Art Gallery.